Welkom terug aan boord van Coaster Juno tijdens de Smith Cruise 2018. Waar we net het anker hebben thuis gehuwd en koers gezet in een zuidelijke richting, richting het Imstergat. En daar wordt de nacht doorgebracht, maar zover is het nog niet, want het is amper 6 uur. En de schipper wacht op hij en zij die komen gaan. En als eerste verschijnt daar Witte de Wit met schipper Raf van der Riem. Nou, alsof hij het al jaren doet. Een beetje raar inzoomen als iemand van je wegvaart. Maar ja, oké. Dat was dus Witte de Wit. Een prachtige longboat. En we pennen nog even terug naar het veld. Baken daar. Dus heel in de verte. Oh, sorry, dat is de lucht. Heel in de verte de koffiebonenplaat. Wat daar zo wit op ligt. Als er iets verboden is, is het dat. Dat is natuurlijk het allerleukste. De Heilige Graal op dit moment. En we zien ook Ameland. En dit is verder wel interessant. Maar hier. Daar doen we het natuurlijk op. Als de coaster zit. Alles klaar, Carl? En in de verte. Cornelia Dionysia. Dit was Coaster Juno vanaf de Bosplaat onder de oostpunt van Terschelling tijdens de Smith Cruise 2018. Zaterdagavond, borreltijd. Maar dat duurt nog eventjes. Dit was Coaster Juno. Coaster Juno.